Vlaamse sociale kaart is eigenlijk een overzicht van alle zorgaanbieders in Vlaanderen en voor zover ze Nederlands begrijpen ook in Brussel. Concreet gaat het over alle zorgvoorzieningen, zoals Centra voor Algemeen Welzijnswerk, Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, ziekenhuizen, woonzorgcentra enerzijds en alle zelfstandige zorgverstrekkers, zoals huisartsen, tandartsen, oogartsen, kinesietherapeuten, anderzijds. Burgers en hulpverleners die willen doorverwijzen, kunnen dat overzicht consulteren via een website die ze kunnen vinden op www.desocialekaart.be. Momenteel wordt het eenvoudiger gemaakt voor zorgverstrekkers om hun eigen gegevens in de sociale kaart up-to-date te houden. Vroeger was dat relatief moeilijk en gebeurde het vooral door de cells en de LMN's. In de toekomst gaan zorgverstrekkers dat zelf kunnen doen. Ze gaan daartoe moeten inloggen op de sociale kaart met een digitale sleutel, zoals in EID, waarna de sociale kaart alle gegevens die de overheden over die zorgverlener menen te kennen gaat ophalen op het e-health-platform in een grote databank die luistert naar de naam Cobra. Gaat die tonen aan de zorgverstrekker en gaat aan de zorgverstrekker vragen of die gegevens correct zijn. Als dat zo is, gaat de zorgverstrekker nog een aantal andere vragen krijgen. Bijvoorbeeld of hij al dan niet zijn beroep uitoefent, of hij eventueel een patiëntenstop heeft, op welk telefoonnummer hij graag bereikt wilt worden door zijn patiënt of door andere zorgverleners. En op het einde van dat proces zullen zijn gegevens, als aan een aantal voorwaarden voldaan is, getoond worden in de sociale kaart. Hij gaat die daar ook zelf kunnen up-to-date houden. Met uitzondering van de gegevens die van de overheden komen uit authentieke bronnen die hij niet zelf kan wijzigen. Zoals bijvoorbeeld of hij al dan niet een erkenning heeft. Aan de zorgraden werd gevraagd om de sociale kaart bekend te maken in hun zone. Bij de zorgverstrekkers dan vooral. En hem ook te ondersteunen als ze hun gegevens in de sociale kaart up-to-date willen houden. Op dit moment, de huidige cells en elements voeren die gegevens voor de zorgverstrekkers in de sociale kaart. Dat gaat op termijn niet meer nodig zijn, net omdat de zorgverstrekkers het eenvoudig zelf kunnen doen.